Waarheen is die Afrikaanse universiteiten en waar vandaan zal die nieuws komen? Bij die Saagliga Krachtdag in die raadsaal voer ons telkens gesprekken oor thema's wat met staatsbestandheid en zelfstandigheid te doen het, en onderwijs is een van hulle. My gaste is paneellede Alida Kok van Academia, Roan Goosen van Studentenplein en Jacko Marie, schrijver van die boek Kwessies en ook op sy tyd een raadslid aan die Universiteit van Stellenbosch. Daar was vroeger baie Afrikaanse universiteiten en daar is een paar groen loote in die vorm van Academia, maar daar is niet meer vandaag veel Afrikaanse universiteiten en nie. Hoe gaan dit in die toekomst lyk? By Krachtdag gaan ons dit bespreek met drie paneellede en ek dink dit is een rooskleurige toekomst as ons daarie locus van controle internaliseer, dan is daar een toekomst, een studentenleven toekomst, voor ons kinders en ons nageslachten.